Sinti- en Roma-tentoonstellingen in gemeentehuis, oud-medewerker slachthuis gezocht, gemeente Tiel wil knip bij Elst niet en windjesregen in Tiel. Dit is StadsTV Tiel Actueel. Tot 6 mei vindt in de hal van het stadhuis van Tiel de tentoonstelling Roma en Sinti in Nederland door de eeuwen heen plaats. Sinti en Roma worden ook wel aangeduid als zigeuners. Net als de Joden werden zij door de nazi's gezien als een inferieur ras en om die reden vervolgd. Alle aanwezigen heet ik heel graag namens het gemeentebestuur, ook van mijn kant, hartelijk welkom. Welkom in onze stad Tiel. Welkom in onze raadzaal. Bij deze bijzondere ochtend waar we samen zometeen de tentoonstelling Roma en Sinti in Nederland door de eeuwen heen gaan openen. In mei 1943 gaf de bezetter bevel alle woonwagenbewoners onder te brengen in bewaakte verzamelkampen. In Den Haag is, ter nagedachtenis aan 112 Sinti en Roma die daar vandaan zijn weggevoerd, een monument opgericht. In Tiel is aan de geschiedenis van de Sinti en Roma tot op heden geen aandacht besteed. Met deze tentoonstelling willen de gemeente Tiel en de Raad van Kerken Tiel daar verandering in brengen. De tentoonstelling beoogt een indruk te geven van het leven, de tradities en gebruiken en de vervolging van Sinti en Roma in Nederland door de eeuwen heen, in beeld en woord. Het ziet er naar uit dat treinreizigers richting Arnhem straks in Elst zullen moeten overstappen. De stadsregio Arnhem en Nijmegen pleit al jaren voor deze knip. De spoorroute Arnhem naar Nijmegen is erg druk en kan nu de trein uit Tiel er vanaf Elst maar moeilijk bij hebben. Het gevolg is dat de treinverbinding naar Tiel veel last heeft van vertragingen. ProRail geeft bij problemen de treinen tussen Arnhem en Nijmegen voorrang boven de trein naar Tiel. Ik sta op dit moment in de trein van Arnhem naar Tiel. Een lijn Arnhem-Tiel vice versa die belangrijk is voor de ontsluiting van regio Rivierenland per trein. Met daaraan gelegen de gemeente Tiel, de stations en de stations van de gemeente Neder-Betuwe. Ook Over-Betuwe heeft stations aan deze lijn. Op dit moment is er een discussie gaande of deze lijn behouden kan blijven, want er is een dreiging van een knip bij Elst. Wij doen er alles aan om samen met de provincie, met de stadsregio Arnhem-Nijmegen en ProRail deze lijn te behouden. En middels een onderzoek naar de capaciteit op de lijn Arnhem-Nijmegen. Kortom, deze lijn moet echt behouden blijven. Ik nodig u uit meer de trein te nemen. Voor Open Monumentendag 2011 is de gemeente op zoek naar oud-medewerkers van het voormalige openbare slachthuis aan de JD van Leeuwenstraat. Het landelijke thema voor Open Monumentendag is herbestemming. Het voormalige slachthuis in de kenmerkende Amsterdamse schoolstijl uit de jaren 30 van de vorige eeuw zal hierbij dit jaar centraal staan in Tiel. Voor Open Monumentendag is de gemeente op zoek naar oud-medewerkers van het voormalige slachthuis aan de JD van Leeuwenstraat. We zijn op zoek naar verhalen en leuke anekdotes over dit voormalige slachthuis. Dus kent u mensen of bent u zelf een oud-medewerker van het voormalige slachthuis? Meld u dan aan bij het stadhuis op het telefoonnummer 637-111. In de gemeente Tiel werden ter gelegenheid van lintjesregen 7 personen koninklijk onderscheiden. Dat waren de heer Bekkers, mevrouw Bosma van Kuilenburg, mevrouw Boudewijn van der Sluis, mevrouw Jansen Ton, mevrouw de Jong Boskaljon, mevrouw Kommeren Timmermans en de heer Lantinga. Burgemeester De Vreese reikte de versierselen behorende bij de onderscheiding uit op vrijdag 29 april in Schouwburg Agnietenhof in Tiel. Tot zover StadsTV Tiel Actueel. Hebt u voor ons informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan via info@stadstvtiel.nl.